Thank you to all my subscribers. Thank you for hitting the like button, leaving a comment, and thank you for clicking on the notification bell. And a very special thanks to my Patreon supporters. Click on the link in the description box if you also want to support me on Patreon. Watch my YouTube videos on an app called Tingles. This way, you avoid advertisement and support me at the same time. Link is in the description box. Link is in the description box. Enjoy the video. Isabella. Imagination. A. S. M. R. Hi. Welkom bij deze ASMR schoonheidssalon. Mijn naam is Isabel en ik zal jou behandelen vandaag. Ik heb gehoord dat jij kwam voor make-up op je gezicht. En volgens mij was het een vrij natuurlijke look. Bij deze schoonheidssalon vinden wij het heel belangrijk dat je lekker ontspant. Want wij geloven dat als je blij en gelukkig en kalm van binnen bent, dat het ook naar buiten toe uitstraalt. En dat je schoonheid dan nog veel meer versterkt wordt. Eigenlijk is make-up dan niet eens nodig. Maar het is wel zo prettig om aangebracht te krijgen. Het is ontzettend tintelend en ontspannend. Dus wat we als eerste gaan doen, is we gaan jouw gezicht even reinigen. En ik zal wat geluidjes van links naar rechts maken hier en daar. Allemaal voor jouw ontspanning. Dus het reinigen van je gezicht met wat micellair water. Hierbij gebruik ik ook een wattenschijf. Geen probleem. Oké. Nou. Als het goed is, voelt het lekker fris en schoon. Gelegenheid om naar je gezicht en naar je huid te kijken. Wat bij je past. Wat voor type huid je hebt. Je hebt ook niet veel nodig. Een hele goede huid van jezelf. Oké. Dan
even fort in mangende kan bjärt mer. En het fijne aan deze crème van Clinique is dat er geen olie in zit. Mijn hand wil maken. Yes. Oké. We kunnen met make-up gaan beginnen. En voor jouw huid denk ik dat ik voor Bobbi Brown ga. En een eigenlijk een best wel transparante foundation die maar heel licht aanbrengt. En de kleur 2 is volgens en ga ik gewoon heel gelijkmatig aanbrengen op je huid. Gewoon maar een heel klein beetje. Zodat je kleur, je tint van je huid mooi. Dan voor de onderogen en vooral om je neusvleugels heen wil ik nog even wat extra versterking. Dus ik ga een concealer aanbrengen. En de concealer is van Lancôme. Er zit SPF 30 in. Dus het zorgt ook dat je huid niet veroudert als je in de zon komt. Heel klein beetje heb ik maar aangebracht. En we gaan dit echt een beetje intappen. Oké. Kijk een beetje omhoog alsjeblieft. Dank je. Tap, 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 tap. Wat ik nu ga doen, is ik ga zorgen dat alles een beetje blijft zitten op zijn plek. En dat er geen olie en glans op je huid terecht komt. Daarvoor gebruik ik de Bobbi Brown Setting Pressed Poeder.
it is mere Fausta Puder. That's a klein sponsje. Over de plekjes heen. Waarvan ik denk dat het misschien in de toekomst nog wat olie zal ontstaan. Door een extra even ingedept. Maak ook inderdaad weer een deppende beweging. Zodat ik het niet van je uit afsmeer, maar vooral erin druk. Dep, 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 dep. Bronzer. En ik gebruik daarvoor mijn Chanel kwast. Die heeft hele lekkere zachte haartjes. Super fijn op je huid. Voelt ontzettend ontspannend. Voel maar op je nek. Kun je toch zo van om de bronzingpoeder aan te brengen. En ik heb de bronzingpoeder van Bobbi Brown in de nummer 1 Golden Light. Die ziet er zo uit. En ik maak gewoon even ronddraaiende bewegingen. Om het poeder een beetje met mijn kwast op te nemen. Dus ik doe het eerst even een klein beetje op mijn hand en dan pas op je gezicht. En ik begin links en weer tap ik het als het ware een klein beetje in de huid. Dus geen veegbewegingen, maar tappen. Tap.
poeder wat ik daarvoor ga gebruiken voor de blush is weer van Bobbi Brown. Een shade pink. En het is de collectie Brightening Brick. Die ziet er zo uit. En weer maak ik daar gewoon ronddraaiende over je jukbeen heen en een beetje op je slaap. Oké. Andere kant. Dus weer eerst het appeltje van je wang. Beetje ronddraaiend. En dan naar achter. En op je slaap. Want ik altijd nog een beetje op je neus, een beetje op je kin en op je voorhoofd. Perfect. Okay. Als laatst voor je gezicht en voor je huid vind ik het heel mooi om een soort van natuurlijke glow te maken. En daarvoor heb ik weer eerst op mijn hand. En pak dus weer een klein beetje. En dat gaan we dus weer intappen. Op het hoogste stukje van het jukbeen. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. En naar je slaap. Nu is het tijd voor oogschaduw. En wat ik ga doen, is ik ga een eyeliner zetten met oogschaduw. Dit is hoe het palette eruit ziet. Ik ga met de kleine applicator, pak ik de donkerste kleur. En die ga ik als een soort eyeliner aanbrengen. Ik wil dat je een klein beetje naar beneden toe kijkt, dus misschien naar mijn sleutelbeentjes. Perfect. Oké. Sorry, ik hou ook altijd mijn adem in. Als ik het aanbreng. Doe ik zo'n precies werk. Thank you.
sleutelbeentjes of zo. Ja. Yes, perfect. Nou mag je naar boven kijken. En dan breng ik het heel vaag. Je mag gewoon weer naar mij toe kijken naar voren. Top. Oké. Dan ga ik iets doen wat ik echt een hele goede clip vind, al zeg ik het zelf. Gebruik een leeg mascara borsteltje. Het is gewoon eentje die op is. En gebruik die om je wimpers van elkaar een soort van voorbereiding voor de mascara. Oké. Komt ie aan. Dus dit is eerst aan de linkerkant voor jou. Heel mooi lekker kammen, zodat alle wimpertjes mooi gescheiden zijn van elkaar. Niet bang zijn. Ik zal niet in je ogen prikken. Goed. Andere kant en je rechterkant. Perfect. Heel erg goed. Yes. Oké. Nu de mascara zelf. En ik gebruik eigenlijk altijd de Max Factor mascara. En ik gebruik Masterpiece. Zwart. Begin weer aan je linkerkant. Je mag weer naar mijn sleutelbeentjes kijken. Mooi. Heel mooi. Goed zo. Yes.
tengo mijn hoofd eerst eventjes borstelen. Spray op het borsteltje. En dan borstelen we de wenkbrauwhaartjes de juiste richting op, zodat ze de hele dag op hun plek blijven zitten. Andere kant. Eigenlijk een setting spray. Je kunt het voor beide doeleinden gebruiken. Het is van Smashbox. Dus ik gebruik het eigenlijk nooit als primer. Maar als laatste stap om alles een beetje vast te zetten. Mag je ogen dicht doen. Nog een klein beetje labello, zo'n fijn woordje, labello, 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 labello. Oké, je mag een beetje dit doen met je mond, ja, heel zachtjes, klein beetje maar, klein beetje roze, labello. Als je het goed vindt, wil ik nog een
nieuwste geur van Giorgio. Beetje in je nek.